Mijn naam is Tessel en samen met mijn zus heb ik Gebrouwen door Vrouwen opgericht. En vandaag ben ik uitgenodigd om in het Muider Slot te komen vertellen over een kleinere draadje over bier. Ik zie veel mannen. Als het helemaal vol met kleur was en veel tierenlantijntjes, dan had ik het idee gehad dat het wat rijkere mensen zijn. Ze zien eruit alsof ze al flink wat bier op hebben. Zoals je zelf ook wel eens in de kroeg kan staan. Rechts voorin zit een man onderuit gezakt. Hij heeft geen schoenen aan. En dat ze met elkaar de week afsluiten. Misschien is dit de vrijdagmiddag van vroeger. Ik vind het een donker schilderij. Ik vind het eigenlijk ook een grauw schilderij. Ze zien er best wel dronken en een beetje laveloos uit. Daar word ik ook niet heel blij van. Het zijn ook maar 5 mannen die bier met elkaar drinken. Het is niet, je krijgt niet een gezellige feestomgeving of een, dat je echt met je vrienden bier aan het drinken bent. En dat is wel hoe ik bier drinken altijd vind. Dat je, het is hopelijk in je vrije tijd, als je met mensen bent die je leuk vindt. En dan drink je een paar bier samen. En deze mannen zien er meer uit alsof ze hard hebben gewerkt of er even geen zin meer in hebben en troost zoeken in het bier. Ze drinken bier uit kruiken, ze hadden vroeger nog geen glas. Dus het is een soort steen waar ze uit drinken. En ik denk dat ze bier drinken wat ongeveer 5% alcohol heeft, 4-5%. Dat het bier wat als eerste namelijk uit de spoeling van het graan kwam, was het bier voor de rijke mensen. Ik denk dat dit een best wel niet zo smaakvol bier is. Het is denk ik wel een speciaal bier, dus het zal van hoge gisting zijn geweest, waardoor het wel iets meer smaak heeft dan pils. Het echt zwaar is. Zwaar, zo heftig om te drinken. Geen lekkere doordrinken, denk ik. We zien geen vrouwen die bier drinken, dat is op zich jammer. Het waren vroeger eigenlijk bijna altijd de vrouwen die het bier brouwden. Die stonden dan in, bijvoorbeeld hier in de keuken beneden het bier te maken. Maar je ziet ze hun vaak ook op schilderijen van toen niet terug het bier drinken. Ja, jammer. Het is nog steeds een beetje dat vrouwen minder vaak bier drinken. Dus dat mag beter en meer. En daar zijn we mee bezig.